Nee, kijk, we hebben twee soorten honden. We hebben de buitenhonden en we hebben de binnenhonden. De binnenhonden, daar kun je nu al mee beginnen, die moet je af gaan leiden als er vuurwerk is. Hoe kan je een hondje afleiden als de hond binnen is? Doe wat lekkers in een handdoek, knoop de handdoek dicht en laat de hond het uit die handdoek vandaan zien te knabbelen. Het hondje is bezig. Of doe een doos, gooi daar proppen papier in en gooi er ook wat lekkers in. De hond is bezig om het lekkers te vinden. Dus de hond is bezig. En als je daar nu alvast mee begint, dan is het een leuk spelletje voor de hond. En op het moment dat de vuurwerk wordt afgestoken, hè, tijdens het oud en nieuw, dan kan je zo'n hond bezighouden. Doe ook altijd alle ramen, gordijnen en deuren, alles dicht, dat er zo min mogelijk lawaai van buiten naar binnen kan komen. En zet desnoods de tv aan. Doe hem eens ietsje harder. Als het maar geen vuurwerkprogramma is. Maar zet hem wat harder. Dat ook andere geluiden zijn dat de hond vlug is afgeleid. Dus de binnenhonden die kunnen we redelijk bezighouden. Maar ook binnenhonden zijn natuurlijk bang. En als een binnenhond naar je toe komt. Je mag hem aanhalen. Maar ga de hond niet bemoederen. Maar op je vraag van wat kan je hem dan geven. Nou, een hond is altijd bang. Maar er zijn honden die zijn extreem bang. En ja, die moet je dan medicatie geven. Maar ga daarvoor naar een dierenarts. Die weet de juiste medicatie. Op het ogenblik kun je natuurlijk op internet heel veel vinden. En op internet beloven ze niets meer dan goeds. Van dit middel werkt en dat middel werkt. Nee, vraag het dan maar aan je dierenarts. Want de man of vrouw die weet dat veel beter. De meeste van dit soort medicamenten, die verdoven de hond. Dus de hond, dan denk je van, ja zie je wel, hij ligt lekker rustig. Ja, het lichaam van het hondje is lekker rustig, maar het kopje van het hondje hoort al die knallen nog, maar hij kan niet vluchten. Dus het is nog stressvoller voor de hond als hij middelen krijgt die fout zijn. Dus nogmaals, als je naar middelen wilt grijpen, neem dan contact op met de dierenarts. Maar nogmaals, alle honden zijn bang. Ja, we moeten deze periode gewoon door. En ja, het verzoek nogmaals, ik blijf het herhalen altijd hoor, maar ik hoop dat veel mensen zich gewoon aanhouden. En ik hoop ook dat de politie eens een keertje gaat handhaven. Op de dagen dat het niet mag. Want dan kan je wel zeggen, ja het is boem en de knal is weg. Ze weten allemaal wel waar een beetje waar het vandaan komt. En ja, als iemand een klacht heeft van er wordt afgestoken, ga er dan heen. En ja, zeg dan tegen zo'n man of vrouw van, joh dat mag niet. Hè? Je hoeft niet meteen te bekeuren, maar zeg dat het niet mag. En dat ze dat ook niet doen. Want het is echt voor deze honden, of tenminste voor alle honden op het ogenblik, is het een rottijd. En we wensen alle mensen natuurlijk een mooie jaarwisseling toe. Maar ik wens de diertjes een veilige en mooie jaarwisseling toe.